Gerard Denoy, heb je overwogen om zelf de voetbalschoenen maar weer uit de tas te halen? Nee, zo erg was het nog niet. Maar ik heb natuurlijk wel gelijk een signaal afgegeven door 3 wissels toe te passen. En dat er misschien nog wel meer kunnen zijn. Er waren nog wel meer spelers die rijp waren voor een wissel. Ja, als je zo laat, eigenlijk laat afslachten de eerste helft. Hè, alles laat lopen en ook de afspraken die we maken niet nakomt. Ja, dan mag je blij zijn dat het nog maar 2-0 bij de rust is. Terwijl we gewoon de eerste kans nog kregen met de kop van Joël. Ja, dat is voor me binnen 5 minuten. Ja, wat daarna gebeurt is echt voetbal onwaardig. Echt waar. Ik irriteer me mateloos. Waaraan? Ja, gewoon aan de manier wat we deden. Gewoon mensen laten lopen, geen duels aan gaan, niet doordekken, niet meelopen. Ja, daar kan ik wel alles opnoemen wat met voetbal te maken heeft, maar je doet het niet. Waar komt dat dan uiteindelijk door dat op die manier gaat? Ja, dat weet ik niet. Dat zouden de spelers, dat moeten de spelers mezelf uitleggen. Daar gaan we morgen over hebben. Maar als jij vecht voor degradatie en is dat maar 6 punten voor op Achilles, ja, dan mag je toch wel iets meer geven. En dat geldt niet voor alle spelers. Maar dit was. Ik irriteer me nog mateloos. En het is niet dat ik boos ben, maar gewoon teleursteld. Teleursteld in spelers die niet het op kunnen brengen om in 4 dagen tijd gewoon 2 wedstrijden te kunnen spelen. En ga nou niet doen of je. Ik bedoel, als je voorin staat, moet je gewoon hard werken. Moet je zorgen dat je sprintduels aan gaat. En de enige die nog een beetje niveau had, was de spits. Die nog ballen vast kon houden. Maar ja, als je dat hebt, dan moet je er gebruik van maken. En dan moet je ook zorgen dat je eronder komt. Maar ja, dan moet je ook als buitenspeler een keer diep gaan. Ja, als ze dat niet doen, ja, dan ga je gewoon aan de kant, hoor. Je wisselt uiteindelijk in de rust al gelijk 3 keer. Daarmee geef je volgens mij een duidelijk signaal af. Had je zelf al het idee van, ik ga eerder ingrijpen? Nou ja, ze gingen al eerder warm lopen. En ik denk, nou oké, als we het nog vol kunnen houden op deze manier. Hè, tot de rust met 1-0. En dan kun je de schade nog beperken. Maar ja, dan valt hij net de 2-0 voor de rust. Nou ja, oké, dan denk ik van oké, we gaan in de rust wisselen. En we gaan proberen natuurlijk proberen een goal te maken. Want ik heb ze natuurlijk eerder naar buiten geroepen. En wel op hard gedrukt, luister, we kunnen 2 dingen doen. Of we gaan zo door. Of we gaan bij elkaar spelen, compact spelen. En zorgen dat je niet laat afslachten. Dat hebben ze redelijk nog ingevuld, de spelers die invielen. Maar de spelers die invielen deden nog wel aardig. En dan zag ik aan andere spelers dat het gelijk het niveau wat omhoog ging. Als je vaker had mogen wisselen, had je dan nog meer spelers willen wisselen? Ja, wat denk jij? Ja, tuurlijk. Want ik denk dat er nog wel 3 of 4 spelers die rijp waren voor een wissel. Maar oké, ik heb gekozen voor deze. Ja, het is niet anders. Meer kan niet. Je kan me ook voorstellen, als je aan zo'n wedstrijd begint, je zit in een lastig pakket, daar hebben we het al vaker over gehad. Hè. Je kijkt toch met een schuin oog naar Achilles, je ziet op een gegeven moment Achilles op 1-1 komen. Ja. Dan denk je toch van, oh nee, hè. Gelukkig verliezen zij dan uiteindelijk nog voor FC Dordrecht. Maar dan kan ik me toch voorstellen dat je denkt van, nou, we moeten zorgen dat we er alles voor geven. En dat we in ieder geval vol gas blijven geven. Maar die indruk had ik niet. Nee, ik ook niet. En heel vreemd, hè. Je kan schreeuwen in de kleedkamer. Ik bedoel met te zeggen, voor de wedstrijd, dat iedereen zegt, kom op, we gaan ervoor. En, maar ja, ik heb liever dat ze niks zeggen en op veld wat laten zien. Maar dit was gewoon, net zo goed, dit is zelfs schriftelijk af kunnen doen. En dat is doodzonde, hè? Want als je kijkt naar die wedstrijd tegen MVV en Volendam, ja, dan doe je het nog wel redelijk. Hè? Je haalt een punt bij Volendam, tegen MVV heb je pech dat je niet scoort. Maar ja, dan zie je zo'n eerste helft, man. Jongens, dat is echt ongelooflijk. Echt waar. Ik schaam me eigenlijk diep, want het was nog een hele lange loop om hier naartoe te gaan naar de kleedkamer de eerste helft. Wat moet er anders? Nou, anders, dat je gewoon met z'n allen zorgt dat je als team speelt, maar ook dat je duels wint. En dat je, nogmaals, die facet heb ik net allemaal opgenoemd, dat je dat voor elkaar krijgt. En je maakt afspraken erover, dan moet je ook nakomen. Maar wat, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. En daar gaan we morgen en woensdag en donderdag wel even over hebben. Want vrijdag staat weer een andere wedstrijd voor de boeg. Een kampioenskandidaat die komt. Ja, dan mag je wel alles geven om te zorgen dat je wel een goed resultaat boekt. Is het ook iets wat je denkt dat het wel over gaat komen, ook dan bij die jongens in de kleedkamer? Als je zegt van, nou, we hebben deze wedstrijd was ja, echt gewoon slecht. En dan komt aanstaande vrijdag dan VVV inderdaad langs. Dan moet er wel een knopje om worden gezet. Dat weet ik niet. Kijk, want de jongens die invielen, die vullen het wel goed in. Dus oké, dan moeten die anderen zich maar eraan optrekken. Kijk, en niet alles was slecht. En laten we, want er waren ook gewoon een aantal goede aanvallen bij. Dan moet de voorzet weer goed zijn. Want we kregen genoeg ruimte om te voetballen. Ook de tweede helft. En dat vulden we soms goed in, soms niet goed in. Dus we moeten ook niet in paniek raken. Maar ik mag wel boos zijn op mijn spelersgroep die nu even dit laat zien. En het gebeurt niet elke week. Het gebeurt ook niet op de training. Het gebeurt nu. Ja, dan maak ik toch wel, denk ik, toch mijn emoties tonen om dit kan toch niet. Omdat ik vind dat jij 6 punten maar voor staat.
En je moet alles geven. De laatste, nu is het denk ik nog 8 wedstrijden. Ja, het is nog 8 wedstrijden. En je moet gewoon nog 2 of 3 keer winnen. Daar ben ik van overtuigd dat dat moet. Nou ja, dan moet je wel met z'n allen. En dan mag Almere beter zijn. Dan mag Almere 2 klassen beter zijn. Maar je mag je huid wel duur verkopen. En dat hebben ze dit keer op een aantal spelers na, hebben ze niet gedaan.